Weet u het nog? Een flink aantal Zeeuwen liet weten welke tradities zij belangrijk vinden. We hebben al die reacties op een rijtje gezet en hebben zo een top 10 van Zeeuwse tradities samengesteld. Vandaag de vierde en laatste aflevering daarover. Om iets over plaats 4 te kunnen vertellen, gaan we naar Schouwen. In de jaren 30 filmt burgemeester van Sitters, van Burg, een wel zeer aparte traditie, heel erg Schouws, het strorieën, wat nergens anders in Nederland voorkomt, voor zover wij weten. Een traditie die zou stammen uit de Germaanse tijd. Die Germanen kenden grote natuurfeesten, nauw verbonden met de seizoenen. Het strorieën zou een lentevoorfeest zijn. Burgemeester van Sitters toont ons her en der mensen in de weer met het optuigen van hun paard. De manen en staarten zijn versierd met papieren rozen. Van alle kanten trekken ze naar Westerschouwen, naar de herberg van Van der Zanden. Daar is het verzamelpunt. Als iedereen er is, zullen ze in optocht naar het strand vertrekken. De mannen bereiden het paard ongezadeld. Op de rug van het paard ligt een gekleurd of wit kleedje. De ruiters zelf dragen vaak een witte broek, een gewoonte die in de jaren 30 is ontstaan. Dit strorieën vond plaats zodra de dagen gingen lengen. Altijd op de maandag voor de vaste. In de jaren 50 is dat verschoven naar de zaterdag daarvoor. Boeren en knechten trekken hier met hun paarden richting zee en zullen het water inlopen om de voeten van de paarden te wassen, in feite ritueel te reinigen. Na het ritueel trekt men weer naar het eigen dorp. De Kerkstraat in Burg. De ruiters worden opgewacht door het plaatselijk muziekkorps en zullen een aantal malen een ronde door het dorp doen als afsluiting van het strorieën. Volgens heel wat Zeeuwen hoort de Zeeuwse babbelaar in dit overzicht op de derde plek. Om daar iets meer over te kunnen vertellen, gaan we naar Zoutelanden. Daar treffen we Klasina de Visser. Men neemt een pond witte bastardsuiker. Daar voegen we een scheut azijn bij, een klont margarine, roomboter mag ook. Vervolgens een blokje maggi en dan ongeveer een kopje water. In een pan met stevige bodem brengen we dit geheel aan de kook. Beelden opgenomen halverwege de jaren 60. Klasina is bijna iedere zaterdag in haar keuken te vinden, in de weer met de babbelaars. Ze laat het goedje net zo lang koken totdat het water is verdampt. Ondertussen zal ze het aanrecht goed schoonmaken en insmeren met wat margarine. De suiker in de pan is gekarameliseerd en veroorzaakt een bruine kleur. Het kokend goedje is nu zo'n 160 graden en het blijft goed aan de vork kleven. Klasina vindt het willetjes en stort de massa op haar aanrecht. De vaadoek ligt erbij om ze nu en dan even de handen aan af te koelen. Het spul is nog steeds loeiheet, maar in deze fase is het het best te bewerken. De massa moet nu langdurig gerekt worden. Daardoor wordt de structuur draderig. Doordat het afkoelt, wordt het geheel veel lichter van kleur. Dat rekken vereist behoorlijk wat spierkracht. De eindfase. Het spul is al behoorlijk afgekoeld en vrij hard geworden. En daar zien we ze ontstaan. De Zeeuwse babbelaar. Goed voor een topnotering in de lijst van Zeeuwse tradities. Op de tweede plaats
eveneens een traditie die nauw verbonden is met onze eetcultuur. Voor de beelden ervan gaan we naar de bakkerij van de Graag in Oost-Soeburg. Beelden uit de jaren 70. Het deeg, hetzelfde als gewoon brooddeeg, wordt machinaal in stukken verdeeld. Deze deegbolletjes rolt de bakker tot een slangvorm. Als de ovenplaat is ingevet, rolt hij de bolus in wording door een mengsel van bruine bastardsuiker en kaneel. Vervolgens geeft hij er een draai aan en de rest van het werk wordt overgelaten aan de oven. En daar is hij, de bolus. De lekkernij komt het meest tot zijn recht in combinatie met een kopje koffie. Nummer 1. Onbetwist aan kop staat het ringrijden. Vele Zeeuwen vinden deze sport de belangrijkste Zeeuwse traditie. Als we de film van Leo de Visser uit Ritten bekijken, kunnen we ons een fraai beeld vormen van deze vooral Walcherse traditie. Vrijdagavond 12 augustus 1977. De Dorpsstraat in Ritten. De leden van de ringrijdersvereniging Ons Klaverblad zijn begonnen met het uitzetten van de wedstrijdbaan. Het strijdtoneel van de volgende dag. Het hele ringrijden kent strenge regels en gewoonten. Zo moet de baan precies 36 meter lang zijn en om de 3 meter staat er een paal waarlangs ze een touw spannen met een doorsnee van 2 centimeter. Bij het plaatsen van de palen moeten ze goed opletten, want onder het wegdek lopen er heel wat leidingen. De volgende dag, de dag van de wedstrijd. Op menig boerderij in de omtrek worden de paarden voorbereid op de dingen die komen gaan. Iedereen heeft er zin in, zo te zien. De ring moet precies 2,20 meter boven de grond hangen. Om de paarden wat te laten wennen aan hun werk van die dag, wordt er eerst ingereden. De meeste paarden hebben het op zo'n dag uitstekend naar de zin. Voorzitter Bram Servaal opent het festijn. Iedere deelnemer krijgt 30 kansen. En dat vereist nauwkeurige administratie. Ries Bereel houdt de stand op papier bij. Een soort schaduwboekhouding om misverstanden te voorkomen. Iedere deelnemer 30 keer. Dat duurt wel een hele dag. Vandaar een middagpauze in het programma. Met z'n allen naar het dorpscafé. En de paarden komen er samen ook wel doorheen. Vol goede moed wordt de wedstrijd weer hervat. De Walgenaren blijven kijken. Ze lusten er wel pap van deze door en door Zeeuwse traditie. Ze hebben het erover. Die is toch wel echt Zeeuws, hé? Als ze ooit nog eens een top 10 hermerken van tradities, dan moet dit op de eerste plaats komen. Mooi dat ze gelijk hebben gekregen.